Ik heb echt een rood hoofd nu. Niets is lekkerder dan de dag beginnen met een goede kop koffie. En waar kan dat nu beter dan bij deze hotspot waar het draait om koffie, koffie en nog eens koffie. Wij zijn vandaag bij Man met Bril. Koffie. Hi Paul, jij bent de eigenaar van Man met Bril Koffie. Kan je iets vertellen over deze zaak? Nou, dit is onze branderij en bar. Hier doen we eigenlijk alles. Dus we branden hier onze koffie, we maken hier bakkies bij de bar. Dus je kan hier gewoon een koffie drinken of je kan hier ook ontbijten. Maar ook hier trainen we al onze horecaklanten en dat soort dingen. Hey, er zijn al best wel veel verschillende koffiezaakjes in Rotterdam. Wat maakt jullie zo bijzonder? Ja, één van de dingen waarvan ik vind dat wij echt bijzonder zijn, dat is dat wij onze eigen koffie branden. Dus alle koffie die je hier drinkt, die hebben we zelf gebrand. Sterker nog, die hebben we zelf geïmporteerd. Dus we zijn op zoek gegaan naar koffie in koffieproducerende landen. We hebben afspraken gemaakt met de boeren en die koffie die halen we hier naartoe. En die branden we. Hey Paul, wat is nou echt jouw favoriete koffie? Mijn favoriete koffie is een koffie die wij zelf importeren uit El Salvador. Dat doen we al 5 jaar. En dat is ook de koffie waarmee we de AD koffietest hebben gewonnen. Dus voor ons is dat een hele bijzondere en belangrijke koffie. Nou, dan wil ik die zo meteen wel proberen. Willen jullie ook nog wat weggeven? Nou, het lijkt ons heel leuk om een paar van onze nieuwe kopjes weg te geven. Die kopjes die hebben we nog maar net. Die kan je nergens kopen. Die ga je ook nooit ergens kunnen kopen. Die liggen niet bij klanten van ons. En dat lijkt me ook wel heel leuk om weg te geven. Nou, dat denk ik dat ook wat leuk is. Ken jij nou een koffieliefhebber waarvan jij denkt dat hij die kopjes zeker wel wil hebben? Tag diegene en wellicht wint hij de kopjes. Voordat ik het vergeet, waar komt eigenlijk de naam vandaan? Ik had vroeger een bril, maar ik heb mijn ogen laten lezen er nu. Nou, dat was lachen. Waar gaan we de volgende keer heen? Ook lachen? De volgende keer is echt lachen. We hebben net een nieuwe klant, Comedy Club Haug. Is echt net open. En die wil ik graag nomineren voor jullie volgende bezoek. Nou, dat wordt zeker lachen.